Goedemorgen jongens. We hebben vandaag een speciale machine staan. Honda is altijd speciaal. We hebben staan een Honda NC700. Als we kijken. De motor heeft geen schakelpook en geen koppeling. Dat is de automaatserie van Honda. Dus we hoeven niet te schakelen. We gaan kijken hoe die gaat rijden. We gaan de motor een servicebeurt geven. Hij heeft 23.000 nog wat gelopen, dus 24.000 kilometerbeurt krijgt hij. Als jullie met me meekijken, dan zien jullie, hij staat op neutraal. En dan hebben we hier een knopje. Appa, dan zitten we nu in de drive. Als ik nog een knopje verder ga, komt hij in de S te staan. Ik zet hem weer in het neutraal, dan zet ik hem weer in de drive. En hier heb je ook schakelen. Hey. We kunnen ook schakelen hier vanuit de hand. Dus we hebben gaan. Oh. Dit rijdt superleuk, ja. Want ik ken deze dingen. Nu gaan we een stukje rijden met de camera erbij. Dan kan ik u laten een en het ander uitleggen. Ik heb een gevoel van een motorscooter, maar ik heb ook een gevoel van een motor. Ik zit op een echte motor. Je kijkt naar een echte motor. Het doet net als een motorscooter een beetje. Want die zit er rechtop. En op een motorscooter zit je eigenlijk doorgezakt. En ik voel gelijk al, dit is een motor ideaal voor in de binnenstad. Je kan er alles mee doen. Je bent beperkt met de pk's. Het is een lichte motor, het is geen snelle motor. Maar voor in de binnenstad ben jij wel de koning. Als een broertje slaat hij. Als we praten over de MT-07 of een andere, of al die andere motoren. Hij verslaat ze makkelijk. Niet met snelheid. Maar gewoon wat hij kan, het automaatsysteem dat hij heeft. Ja, daar gaat hij. Ja. Superleuk. Dus mensen, iemand die wat een aandoening aan zijn been heeft, of aan zijn knie of aan zijn voet, daar is het makkelijk. Ik sta bij het stoplicht. Gewoon handjes over elkaar. Niks doen. Ik hoef hem niet in zijn vrij te zetten, ik hoef hem nergens in te zetten. Onthoud ook, we kunnen ook schakelen met de hand. Appa. Superleuk, dit is gewoon fun rijden. Dit is gewoon super leuk rijden dit. Ja. Ik zou zo'n ding gerust aanschaffen. Kijk, handjes los, remmen bij het stoplicht. Helemaal niks doen. Tot aan het einde. Het is leuk. Hij is superleuk. Voor in de binnenstaat is het ideaal. Of voor vrouwen is hij ook ideaal. Mensen die lui zijn, die niet schakelen willen. Ja, hij trekt wel agressief op. Kijk, dit is sowieso een aanrader, deze Honda. Voor mensen die gewoon een leuke motor willen hebben. Een goede motor, een degelijke motor. En die er ook leuk uitziet. En de prijs is ook inderdaad zeer goed. Dan is hij goed. Dan is deze motor zeer goed. Daar gaan we weer, jongens. Superleuk! Maar ik denk als jij lange stukken gaat rijden, ik denk dat je
toch tekort komt, dat je toch wil schakelen. Schakelen kom je tekort. Iedereen die een motorscooter heeft, op een gegeven moment zegt hij, Isa, ik moet toch schakelen, ik kom het schakelen tekort. Ja, maar dit is een ideale motor voor in de binnenstad. En als je zegt, ik wil een lange rit maken, een mooie toerrit maken, dan moet je er gewoon een motor bij schaffen, zoals ik. Ik heb er nou 4 staan, ik ga nou voor de 5e. Begrijp je? Dan moet je er gewoon eentje bij, nog eentje aanschaffen. Dan koop je bijvoorbeeld een dikke motor, een stevige motor, waar je meer mee kan doen voor lange stukken. Maar voor in de binnenstad is dit voorlopig genoeg. Als ik zo'n ding een week heb, dan vlieg ik ermee. Langs mijn huis. Hier staat mijn kanon, mijn toerbuffel. Pak ik zo makkelijk. Dus neem zo neer. Hoppa. Standaardje open. Ik moet er wat pakken, de schuur. Ik zet jullie even naar beneden. Ik zoek mijn handschoenen. Waar zijn mijn handschoenen? Waar zijn mijn handschoenen? Rol hier in de schuur. Handschoenen. Handschoentjes. Geen probleem. Geen handschoenen. Zet je weer iets goed. Gewoon weer verder rijden. Dan gaan we even verder rijden. Oh, ik maak de fout, ik wil koppelen. Je moet er wel even aan wennen. Je moet er wel even aan wennen. Schakelen. Niet dat schakelen niet goed gaat, schakelen gaat super goed. Maar zeg maar met toeren zeg maar. Als je gas teruggeeft en dan ga je door een bocht door, dan staat je zeg maar, het lijkt wel of een iets hogere versnelling of een iets lagere versnelling. Wat heb je te maken met automaat? Dat blijf je houden. Anders moet je schakelmotor rijden en dan kun je hem echt op toeren houden. Dan kun je doen wat je wil.
even kijken. Nou gaan we met hout schakelen. Nee, ging iets verkeerd. Ik ging even kijken. Even kijken. Nee. Doet hij nog eens automatisch? Even kijken, hoe ging die ook even? Even kijken. Nou zijn we aan het schakelen. Nou schakelen we met de hand. Ja. Leuke motor, superleuke motor, fijne motor, Honda. Schakelen. Ik ben schakelmotoren gewend. Ja, dit is gewoon. Ja, het automatisch gaat het. Eigenlijk wat ik nog tekort kom, is mijn linker remhendel. Ze hadden hier ook een hendel moeten monteren voor de achterrem. Gewoon, dan krijg je een soort gevoel van een echte motorscooter of echte scooter. Dat is jammer. Ze hadden hier een linker remhendelaar erbij moeten monteren. Dat was helemaal leuk geweest. Want ik ben constant aan het grijpen in lucht. Nergens in te grijpen. Zeg maar, een gevoel ervan dat ik iets wil doen. Zeg maar, kom. Nou proberen in de wijkjes, wat hij in de wijkjes gaat doen met de schakelen. Kijk, ik geef nou gas terug. Kijk, dan gaat hij de bocht door, dan schakelt hij door. Het lijkt wel of hij niet in de juiste versnelling zit. Kijk hier. Je geeft gas en dan schakelt weer op, schakelt weer af. Omdat je in de binnenstad zit. Omdat je in een wijkje rijdt. Maakt niet uit. Ik ben tevreden over de motor. Ik ben er tevreden over. Ja, dan gaat hij al als 3. Dan gaat hij eigenlijk in de 2 moeten blijven. Dan blijft hij. Kijk, dan gaat hij weer terug als 2. Iets gas. Ja, dat bedoel ik. Maar maakt niet uit.
kijk, het is die mensen, het zijn Jehovah's volgens mij, die lopen bij deur, aan de deur bij de mensen. Eigenlijk moet ik even terugdraaien, moet ik even tegen die vrouw zeggen. Die in deze wijk wonen helemaal moslims. Daar heb je eigenlijk niks te zoeken. We gaan nou weer terug naar het werk. Dan gaan we die motor op de brug zetten. En dan gaan we hem even. We gaan die motor even verwennen. We gaan hem even verwennen, ja. Dit is wat voor jou, Bolle. Bolle, gewoon gas geven. Zo. Mooi, hè? Ik kan gewoon schakelen vanuit het stuur hier. Heb geen koppeling meer. Kijk, hier nou zit hij vrij. Ja, kijk, zet ik hem in. Ja, hij is leuk, hè? Van de klant. Maar dit is wat voor jou, Bolle, of niet? Duur, hè? Nee, ik denk dat je nu koopt 5000 euro. 5000? Ja, je scooter is duurder. Ja, 5.500. Poesie komt erop. Yo, poesie. Ik ga hem even binnenzetten. Ik ben al daar, ik heb een Isa bakje in het drinken. Jongens, we gaan jullie verlaten, hè, Juus? Goed, jongens, ziet zo.